Ja, hallo en welkom bij Boots Politiek. Yes. En deze week is daar Jelmer. Hoera. Hey, jongens, let op. Jelmer is homo. Nou, op zich onboeiende informatie, want geaardheid is ook maar gewoon geaardheid. Net zoals dat geitjes scheitjes zijn. Ja, toch? Alleen, niet iedereen denkt daar zo over. Want omdat Jelmer liever in mannen dan vrouwen kontje bijt, is het voor hem veel ingewikkelder om de wereld te redden. Huh? Tim. Jelmer. Hallo, Jelmer. Hoe schrijf je dat? H-J-A-L-M-A-R. Met een H aan. Met een H. Yes. Wat is er aan de hand? Waarom ben je boos? Ik ben homo. Wat helemaal oké is in Nederland. Maar aan de andere kant... Dat maakt zelf wel uit. Ja. Mijn moeder vertelde vroeger altijd dat ze bloed ging doneren. Ja? En dat vond ik heel tof. En ik had zoiets, dat wil ik ook ooit gaan doen. Ja. Maar dat kan niet, want ik ben gay. Ja. En het mag nu pas als ik een jaar geen seks heb gehad. Ik kan me herinneren dat voorheen mochten homo's helemaal niet doneren. En dat heeft te maken met dat hepatitis C en HIV iets veel meer voorkomt bij jullie. Ik kan me er op zich wel in vinden van er zijn risico's, maar het is gewoon heel gek. Heb je veilig seks? Ja. Oké, dus jij zou gewoon bloed kunnen doneren? In principe wel, ja. En je zou ook kunnen zeggen, als jij gewoon een vriendje hebt en seks met één partner, dat hadden wij getest, dan... Moet dat helemaal oké zijn? Ja, toch? Dat mag niet. Maar je kan ook denken, ik heb gewoon een jaar geen seks, dan kan ik tenminste bloed doneren en de wereld verbeteren. Ja, nee. Het zijn de eerste tekenen van verslaving, hè? Seksverslaafde man. Hou jij van seks? Ja, jij. Echt? Echt? In mijn hoofd bestaat dat gewoon niet bij jou. Hoezo niet? Ja, gewoon... Waarom niet? Ja, gewoon een klein lief diertje. En zou jij bloed willen doneren? Ja. Zou jij een jaar niet kunnen naaien? Nee. Nee, dat is wel echt lang. Een jaar is echt lang. Maar jij valt toch op mannen? Nee, op dieren. Mannendieren. Ja, mannelijke dieren. Even terug naar ons. Ja. Dus eigenlijk wat er aan de hand is, is dat geaardheid telt zwaarder dan je seksuele gedrag. Ja, eigenlijk. Dat feiten wel. Ja. Wat willen we nu? Nou, eigenlijk lijkt het me dat er gewoon over nagedacht moet worden dat het gewoon een gekke regel is. Ik ben wel benieuwd wat politici ervan denkt. We kunnen natuurlijk wel zien wie hebben voorgestemd dat homo's wel bloed mogen geven. Maar hoe met de voorwaarden zitten, heb ik nog niet. Dus ik weet het eigenlijk ook nog niet. Ik ook niet. Nee. We zien wel dan. Spannend. Oké. Op naar binnen. Oké, het zit zo. Vanaf ongeveer bijna precies een jaar geleden mogen homomannen ook bloed doneren in Nederland. En daarvoor mocht dat helemaal niet. Want homomannen hebben een grotere kans op bijvoorbeeld HIV en hepatitis C. En niemand vertrouwde erop dat homomannen eerlijk de bloeddonorvragenlijst in konden vullen. Zoals bijvoorbeeld hetero's dat wel kunnen, of zoiets. En nu mogen homomannen wel bloed doneren. Denk je, feestie, maar wacht. Homomannen die van kontje bij te houden mogen alleen bloed doneren als ze een jaar geen seks hebben gehad met een andere man. HIV en hepatitis C zijn namelijk soms pas na een jaar te zien in je bloed. Nou, logisch zou je denken. Alleen wat nou als iemand al jaren een relatie heeft en alleen sexy time heeft gehad met een en dezelfde man, waardoor je dus geen ziektes opgelopen kan hebben. Nou, precies. Dan is er dus niks aan de hand. Maar omdat hij dan homo is, mag hij geen bloed doneren. En bijvoorbeeld een hetero die al 15 jaar overal piemeltje of kutje uitdeelt, mag dat wel. Nou, een beetje gek, want dan telt geaardheid dus zwaarder dan seksueel gedrag. En waarom is dat nou een probleem? Nou, omdat het 2016 is en homo's net als hetero's wel begrijpen dat ze gewoon eerlijk een vragenlijst in moeten vullen als het om bloed doneren gaat. Ja, toch? Ik heb een homo bij me. Dat is een echte? Hi. Jelmer. Hallo. Jelmer. Hoe zat het ook weer? Ik mag alleen bloed doneren als ik een jaar geen seks heb gehad. Ja. Dus zelfs als ik een relatie zou hebben, mag ik niet eens bloed doneren. Wat jij daarvan? Ik heb geen idee waarom dat is. Mogen heel veel zien. Iedereen gelijk. En alleen als er ook echt gezondheidsrisico's zijn, we moeten heel zorgvuldig zijn met bloed. Maar ik zou niet weten waarom dat is. Zou u, als u bloed nodig had, bloed van een homoseksuele man willen? Poeh, dat is, het gaat mij om bloed. Niet van, ik denk helemaal niet aan welke persoon zit daarachter. Ik heb ook bloed gegeven, regelmatig. En dat denk ik niet na over wie dat bloed zou moeten krijgen. Dat mag van mij iedereen krijgen. En vice versa ook. En andersom geldt het ook. Als hij u bloed zou geven en gewoon seksueel leven heeft met één partner, zoals sommige mensen dat hebben, u zou het gewoon van hem aannemen. Het gaat niet om zijn seksuele voorkeur, het gaat om zijn bloed in dat geval. Je overvraagt me. Ja. Sorry. En nu? Ja, en nu? Dat zeg je altijd. Ik weet niet. Als jij gewoon heel leuk liegt, vind ik ook goed, hè? Ja. Zeg mijn kleding weer bijvoorbeeld. De vorige keer had ik niet gelogen, dat was de waarheid. Meen je echt? Ja, wat vind je van deze? Ik vind deze minder. Oké. Okay. Ik ben wel halbe aan het provoceren. Ik ben helemaal niet bezig met een halbe. Echt niet? Nee, natuurlijk niet. Hij zit in je hoofd. Nee, hij staat op mijn nachtkastje, maar dat vind ik wat anders. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Kan me niet weten. Hallo meneer Pechtold. Hallo. Zitten we nou na te doen?
Oh, je deed zo. Ja, ik zwaaide gewoon vriendelijk. Ja, ik ook. Ik dacht, nou gaan we de box doen. Wil je dat graag? Nee, ik vind het goed. Ik ben blij dat we een stap hebben gezet. Doordat het niet meer is, per definitie is een homo ongeschikt om bloed te geven. Maar ik vind dat het veel meer gaat om het risico wat je in welke hoedanigheid dan ook zelf veroorzaakt hebt. Dan omdat je onderdeel van een zogenaamde groep bent, je in een andere categorie zou komen. Wat vindt de PvdA daarvan? Het lijkt mij een merkwaardig onderscheid. U zou gewoon bloed van hem aannemen? Dan zou ik hem zeer dankbaar zijn. Volgens mij hebben we hier gewoon te maken met een regel waarvan... Waar helemaal niks van klopt. Nee, volgens mij klopt daar helemaal niks Iedereen van. Zegt, huh? Terwijl ik moet er niet aan denken dat jij mij bloed geeft. Nee, ik ook niet. Smerig. Gadverdamme. Ik heb best veel vrienden die homoseksueel zijn. Wacht, ik kan met jullie mee. Ik moet even iets over... Hey? Oh, okay. Vroeger heb ik veel in die artiestenwereld vertoefd. En er waren best veel homoseksuelen. U nog Bono-imitator was? Wel mannen als vrouwen. En ik zijn hartstikke lieve, zorgzame mensen overal. Dat weten we ook. Het is 2016. Dat weet ik ook wel. Sowieso, je moet iedereen toch testen of die geschikt is om bloed te geven. Dat heeft bijvoorbeeld seksueel gedrag, toch? Dat heeft niks met een homoseksueel, maar vind ik zelf. Dus hij zou bloed mogen geven als hij 5 jaar een vriend vaste relatie heeft en 1 sekspartner heeft gehad. Die regels allemaal in elkaar zitten. Daar gaat politiek om, de regels. Op dit punt ben ik bewust terughoudend, omdat ik vind dat we dat eigenlijk niet precies moeten gaan politiseren en in termen van gediscrimineerd en dergelijke dit moeten vatten, maar dat we gewoon rustig, zakelijk moeten kijken wat er nodig is voor een goede kwaliteit van het bloed. Het ding is natuurlijk dat zoiets wel gepolitiseerd moet worden, zoals hij dat zei. Heeft D66 iets liggen om daar wat mee te doen? Pia Dijkstra en Vera Bergkamp zijn de twee vrouwen die bij onze zorgportefeuille doen en die wat dat betreft nu al een paar keer hebben gezorgd dat gelukkig dit soort idiote, discriminerende regels zo snel mogelijk van tafel gaan. We hebben de politiek vlag. Er staat op, jammer dat ik je homo heb. Dit is de kant voor, maar jij hebt gewoon de politiek kant. Dus jij mag eigenlijk zeggen tegen hem, leuk dat je homo hebt. Hey, ik wens je gezegende kerstdagen, man. Jij ook, Niel. Oké, bedankt. Later. Opmerkelijk. Is het, we kunnen zeggen? Ja. Bij iedereen waar we dit voorlegden, waren we ook snel klaar. Was het van, ja, wel een beetje vreemd, ja. Ja. We kunnen nu een paar dingen doen. We moeten of bij het ministerie van Volksgezondheid zijn, het ministerie was vandaag niet. We moeten misschien naar de bloedbank. Ik heb het idee dat hier wel wat zit en dat we misschien ook nog... Ik denk zeker dat hier wat mee kan gebeuren. En weet je, het hoeft ook niet dat elke homo ineens bloed zou kunnen doneren. Maar ik denk wel dat het bijvoorbeeld heel goed is als je bijvoorbeeld inderdaad een relatie hebt, dat je gewoon bloed moet kunnen doneren. Dus eigenlijk even in het kort moet je seksuele gedrag belangrijker zijn dan je geaardheid, net zoals bij hetero's. Ja. Behalve bij jou, want jij bent echt zo'n beest waar we jou gewoon uitsluiten. Ja, zielig hè. She is sad. Ja. Addicted. Dutch English voor verslaafd. Oké, doei. Doei. Hey, Ja? Oh, moet nu weglopen. Nee, je mag gaan. Oké, doei. Nou, vriendjes en vriendinnetjes. Dit is interessant, want eigenlijk zeiden bijna alle politici het volgende. Namelijk, wat een gekke wet. Kortom, we hebben hier per ongeluk weer een onderwerpje opengetrokken waarvan de politiek in Den Haag weer eens was vergeten dat het een goed idee was om een stom idee omver te werpen. Nou, wij gaan nog even een rondbelletje doen en komen hier binnenkort op terug. Misschien zelfs naakt. Of in ieder geval Marije. Zo. Nou, ben je nou ook boos op een wet, politicus of politiek partij? Mail politiek@bnnvara.nl. Oh, en laat even in de comments achter wat je hiervan vindt. Met die gekke drolle kuif van je. Hoi. Joehoe.